Het afgelopen weekend was het de beurt aan district Brokopondo voor activiteiten in verband met de toerismemaand. Deze activiteiten moeten het toerisme in Suriname helpen professionaliseren. Met culturele zang en dans werden de festiviteiten in verband met toerismemaand geopend in Brokopondo. Districtscommissaris Ludwig Mendelsohn haalde aan dat de bewustwording over de potentie van het toerisme langzaam op gang komt. Volgens de DC beseffen de mensen uit het gebied dat niet alleen goud de nodige ontwikkeling van het gebied kan helpen stimuleren. De burgervader benadrukte dat landbouw en de cultuur kunnen bijdragen aan de volle potentie van toerisme in Brokopondo. A idee is dat je zult de teeloko aan de mooie proces aan de omaas maweri. Dan kan de nyang zade obide aan dalen. Dat allemaal aan wat is cultureel erfgoed niet en karentak niet vast. Omdat te jullie bezig zijn met toerisme, na a vast van jullie, nadat je moest presenteren aan buitenwereld. Ja? En de man taki cultureel door de graad van je identiteit. Je cultuur, sa je te kabra voor je bigisma, nadat na je. Ja? En als er een makkans gemeenschap, ja? De app walo sansa de te kabra voor de bigisma, de is de mooi pangi, is de mooi angisa, tegenwoordig is de angisa, app one text tabakasi. Nou, een auto de kotgi. Zo net toen ze haar optreden ook voor een security groep. Die moet je hem te wijk doen. Oké. Ja, ja, die kan dat ook aan de chocom, maar mensen hebben mensen hebben. Dus met de kibaka. Ja, dus. Alle de singen, ze de singen ook toen aan een pissie voor een cultuur. Lustrus Hu, Senior Development and Communication Manager bij Conservation International Suriname, zegt dat er samen met de plaatselijke gemeenschap naar verschillende manieren wordt gekeken om duurzame ontwikkeling te stimuleren. In dat proces kan er vooral gebruik gemaakt worden van het bos in het gebied, zonder die te schaden. De acties die het gebied heeft ondernomen moet volgens Trus Hu gelden als voorbeeld voor andere kleine gemeenschappen. En waarom is maar de een voorbeeld die draagt? Tra dorp, tra buurt, tra district. Om je avoyo naast training, capaciteitsversterking, de wat dat we moeten doen, de actie op te kopen, alle de sani ma uwa wanvoyo. Wanvoyo, en uwa 1, 2, 3 sani. Toch? We zijn begonnen voor boven te sani en we want tegen deze wet dat ik kwam. 1 maart op avoyo. Maar avoyo nog baete. Je ziet, het toiletgedeelte, dat na volgens mij vorige week, toen we het terug aan leven op. En dat we achteraan zijn ook ideeën om elkaar overdekt te halen, om af en toe verkoopstandjes, maar morgen ook komt. In de toerismemaand ter gelegenheid van Wereldtoerismedag op 27 september heeft het ministerie van TCT samen met de private sector een reeks activiteiten en evenementen gepland in de stad en districten om het bewustzijn over toerisme te vergroten.